Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marlisa en ik ga laten zien wat ik deze week allemaal bij de AC Thiel, oftewel de Action, heb gekocht. Ik kom hier niet wekelijks, dus dat is een beetje zelfbehoud. Want op het moment dat ik er kom, neem ik vaak een hele boodschaptas mee weer terug naar buiten. En dat was deze week niet anders. Hij staat echt in deze stoel en ik heb hier ook niet liggen. Maar ik wou er eventjes naartoe, omdat ik een aantal dingen nodig had. Omdat het volgende week voorjaarsvakantie is. En nou is het bij de voorjaarsvakantie zo bij ons verdeeld dat ik maandag, dinsdag, woensdag zelf in mijn eentje, in mijn uppie, vier kinderen moet vermaken. En aangezien er stormopkomst is en regen en hagel, dan wordt het lastig om de kinderen naar buiten te sturen. En zie ik het persoonlijk ook niet echt zitten om met ze naar een zwembad te gaan of een speelparadijs. Misschien een bioscoop zou misschien gaan. Maar als je maar één volwassene hebt en vier kinderen die alle kanten op vliegen, het klinkt gewoon niet als een goed plan. Dus ik dacht, beter mee verlegen als onverlegen. En ik ga even langs de Action om een aantal knutselspulletjes en dingetjes te halen. Zodat we een aantal projectjes kunnen doen om ze een beetje af te leiden. Als het buiten echt te slecht weer is om buiten te spelen, dan hebben we in ieder geval iets dat ik ze even mee bezig kan houden. Ik ga gewoon de tas openmaken en beginnen met de eerste spulletjes. Ik doe gewoon iedere keer wel hoeveel duur het was. Ik geloof dat het in totaal 38 euro nog wat was. Dus het viel echt reuze mee. Ik denk dat ik daar niet alleen spulletjes voor de voorjaarsvakantie, maar ook al iets die je natuurlijk dan ziet en die in de aanbieding zijn of goed, heel goedkoop zijn. En, nou ja, je kent het wel. Allereerst heb ik vier canvasdoeken gehaald. Best wel grote. Ik heb ook aan twijfelen. Ik had ook nog kleinere voor, die voor 2 voor 1,50 of zo waren. Maar ik heb dus vier van die mega grote dingen. Want ik dacht, misschien is het leuk dat ze zelf een beetje kunnen verven of iets. Want dat willen ze eigenlijk altijd wel. En dat vind ik altijd een heel gedoe. Dus misschien kan ik een keer gewoon een zeil op de tafel leggen. Ze kunnen lekker verven. Vinden ze dat misschien wel leuk. En dan heb ik van dat carbonpapier hier liggen. Dus ik zou eventueel een tekening kunnen afdrukken. Die ze graag willen overtrekken dan. En dat ze dan eerst de achtergrond kunnen verven. Dan overtrekken. En dan het plaatje kunnen inkleuren. Misschien willen ze het wel van een portret. Dat je even een lamp opzet. En dat je op het papiertje hun silhouet natekent. Misschien hebben ze zelf wel creatieve ideeën. Maar ik dacht, hebben ze ook gelijk iets leuks voor in hun slaapkamertje. Altijd leuk. En toen ging ik heel erg twijfelen. Ik van verfdingetjes ik allemaal had. Ik een borstel of een borstelset. Een kwastenset. Kan vast geen kwaad om dat erbij te doen. Deze heeft 12 setjes. Ze hebben er ook wel die goedkoper zijn en die iets minder, die iets platter zijn. Maar ik dacht, laten we als we echt canvasdoeken gaan doen, laten we het dan even een beetje iets betere kwaliteit houden. En ik wist ook niet meer precies welke verfjes bij ons allemaal op zijn en welke niet. Dus ik heb gewoon even dit kleine pakketje gekocht. Meestal koop ik die grote dingetjes als er een projectje is of iets dat ik wil schilderen. Zelf eigenlijk. En dat bewaar ik ook als kinderen wat willen doen. Maar nu dacht ik, ik weet niet precies welke kleuren op zijn. Dit is wel heel erg leuk. We hebben alle kleurtjes. En nou, dit moet toch te delen zijn, lijkt me dan. Bij het schilderen. Ja, dit kan je ook gewoon op potjes doen. Maar ik zag ze liggen. Ik geloof ze 40 cent waren of zo. En toen dacht ik echt, joh, die gooi je in de vaatwasser of je spoelt ze even af. Maar ze kunnen ze in de vaatwasser vast wel. En dan hebben ze allemaal hun eigen Picasso dingetje. Je kan natuurlijk ook gewoon zo neerzetten op tafel. En dan is het ook niet zo dat ze ruzie krijgen. Omdat ik maar net toevallig drie plastic bordjes nog kan vinden. En dat ze gaan lopen miepen van, ja, maar die doet de geel door de wit. En dat vind ik niet mooi. Allemaal hun eigen, ik zit er nog één keer achter. Allemaal hun eigen schilderpalet. Ik even kijken of deze schilderpalet. Wat hebben we nog meer? Dat heb ik ook. Plastic doosjes. Heel random. Eigenlijk niet zo random als je denkt. Ten eerste gaan wij altijd door dit soort plastic doosjes ontzettend snel heen. Omdat op een of andere manier we ze in de vaatwasser doen. Of ik druk het te hard op. Of het scheurt of het valt en het breekt. En I don't know. Maar ook omdat ik al een aantal keer heb gehoord dat er wat kinderen zijn bij ons die heel graag slijm willen maken. En dat hebben we al een keer eerder gedaan. Ik geloof, ik ga zeggen in de herfstvakantie. Ik weet het niet meer. Het was ook zo'n vakantie moment. En dat hebben we toen in van die kleine plastic bakjes gedaan. En dat was echt, het was niet ten eerste, het duurde heel erg lang voordat het uiteindelijk slijm werd. In plaats van water, dat heel vies was. En ten tweede, in die bakjes kon je niet zo heel makkelijk bewaren. Het viel eruit. Het bakje overstroomde. Dus ik dacht, ik geef ze gewoon allemaal een container. Daar doen we de lijm in, de glitter in, de scheerschuim in, de lenzenvloeistof in. En gaan we lekker in dit bakje truttelen totdat het slijm is. En dan kan je de deksel erop doen. En dan hoef ik het voorlopig niet op mijn tapijt te vinden. Een vrouw mag dromen, toch?
Overigens zou ik die bakjes dan daarna eventueel kunnen uitspoelen, afwassen. Mocht ik ze nog kunnen gebruiken voor een lunchrommeltje. Of misschien kijk ik ze dan gewoon weg. Volgens mij waren ze niet zo duur. Dan heb ik nog pendaalemmerzakjes. Ook random. Gebruiken we voor in de badkamer. En ik zag verlichting. Oh ja, die kan ik wel gelijk even meenemen. Wat heb je nog meer nodig voor slijm? Lijm. Hoeveel lijm heb ik gekocht? Ik geloof 4 hoor. Ja. Nou, moet dit was. 4 lijm. Ik heb nog wel een lijm staan, maar ik geloof niet meer dat hij heel vol is. En ik heb ook nog wel scheerschuim staan, maar ook dat weet ik niet of het voldoende is. En ik heb ook nog wel lenzenvloeistof staan. Dus nou, 4 knutsellijmpjes. Ik weet niet waar ik ze allemaal moet laten. Grote vuilniszakken. Wenskaarten, geloof ik er nog zo'n eentje heb. Ja, want die raken allemaal een beetje op. We hebben nu echt alleen nog maar welkom lieve baby. En we hebben niet heel veel geboortes in onze familie tegenwoordig. Dus nu wat jarige proost. Bedankje, speciaal voor huwelijk. Super goedkoop. En kan voorlopig even uit als er onverwachts een kaartje komt. Vochtige huishouddoekjes. Super handig om even snel de tafel af te doen. Of om de wc te doen. Dat is ook wel fijn. Als je even snel de wc wil opfrissen. Wc bleek, ook voor de wc. Obviously. Schoonmaakazijn. Lavendelgeur. Die heb ik ook 2 van. Dan kan ik eentje boven bewaren en eentje beneden. Want ik vind het altijd fijn om daar de spiegels mee te doen. Of om beneden. Om bijvoorbeeld de koelkast even af te doen. Of de vaatwasser. Die zijn van dat RVS materiaal. En dan... heb je wel eens dat je strepen gaat zien als je die meer schoonmaakt, behalve als je die niet eens schoonmaakt. Dan heb je dat dus niet. Dus. En dan ruikt het niet zo heel erg naar azijn, want het ruikt meer naar... Ja, het ruikt nog steeds naar azijn, maar het is azijn met lavendel. Dat is altijd nog beter als alleen azijn, toch? Ik heb ook nog kamerplantvoeding. Het was echt 1 euro, geloof ik. En ik heb nogal de neiging om mijn planten lichtelijk te verwaarlozen. Dus ik dacht af en toe een extra slokje voeding kan geen kwaad. En ik probeer nu heel erg om ze 3 keer in de week water te geven. Maar daar hebben we nog wat recovery te gaan, denk ik. Dan nog meer mogelijkheden voor de slijm. Lenzenvloeistof en scheerschuim. Zoals gezegd, ik heb nog scheerschuim staan en ik heb nog lenzenvloeistof staan. Maar ik weet van de vorige keer dat we heel veel nodig hadden. Dus ja, de lenzenvloeistof en de scheerschuim moesten we ook nog even hebben. Ik hoop dat dit wel genoeg is. Nou, nog zoiets randoms. IJslolliestokjes. Ik weet niet goed wat ik hierbij dacht. Ik weet het eigenlijk even niet. Volgens mij dacht ik van dat is handig om mee te roeren of zo. Maar kijk eens hoe dun die dingen zijn. Ik weet het niet of je daarmee kan gaan roeren. En anders weten ze er vast wel zelf iets mee op een kartonnetje plakken. Of I don't know. Wie weet wat we ermee kunnen verzinnen. Dan hebben we ook nog... bordjes van Boris. Dit was eigenlijk meer een toevalligheid dat ik er tegenaan liep. Want ik haal ze normaal gesproken gewoon bij de Lidl. Als ik boodschappen doe. En ik heb vandaag niet de boodschap gedaan bij de Lidl. Maar bij de Jumbo. En ik heb de Picket Point gebruikt. En dus geen bordjes van Boris meegenomen. Dus hij kan in ieder geval weer even vooruit. Dit heb ik ook maar gelijk gehaald. Ook een beetje meer voor de voorjaarsvakantie. Want op een of andere manier koop ik deze voor mijn gevoel iedere keer als ik bij de Action ben. En iedere keer... als de kinderen willen kleuren, zeggen ze, wij zijn de stiften. En ik kan ze niet vinden, hun kunnen ze niet vinden. Ik denk dat ik deze maar gewoon beneden ga leggen. Want soms nemen ze ook mee, ze hebben volgens mij allemaal, zouden ze een etuietje moeten hebben met allemaal veel stiften. En ik kan ze niet vinden. Dus deze laat ik maar gewoon beneden, mogen ze niet mee naar boven nemen. Hij zou ze ook boven niet helemaal goed kleuren, maar goed, hè. Kleurtjes dus. Wat ik eigenlijk altijd meeneem bij de Action zijn kleine dingetjes voor de kinderen om ze er niet mee te verrassen. Nee, soms wel. Soms om ze te motiveren. Goh, ik heb nog een cadeautje voor je. Of goh, hè, als je dit doet, dan heb ik iets leuks voor jou. Of, nou ja, ik koop mijn kinderen af en toe om. En het is handig als je goedkope cadeautjes achter de hand hebt. En een daarvan is deze voor Brooke. Super schattig kettingtje. Zij is echt een meisje. Ze houdt van nagellak. Ze houdt van, nou ja, jurkjes. Tutteltjes. Ze draagt ook heel veel kettingjes al die ze heel leuk vindt. Dus ik dacht, deze gaat ze vast wel heel leuk vinden. Allemaal hartjes. En voor Logan heb ik deze gedaan. En dat ziet er misschien een beetje grappig uit. Hoe zeg dat? Vier pennen. Nou ja, hoe noem je met pennen? Maar ten eerste houdt hij heel erg veel van in boekjes schrijven, woordjes naschrijven, bordjes maken. En van de week lagen er 4 pennen op tafel. Van de, het is het 1-2-3-1 dat je je eigen logo erop kan doen. Van Pascal. En ik draaide hem om.
En mijn 4 pennen waren weg. Die op tafel lagen. Waren niet mijn pennen, maar goed zijn. Die lagen, waren dus weg. En hij had ze dus allemaal boven verstopt. Omdat hij dacht van, dan kan ik eindelijk eens een keer schrijven. En dan heb ik een pen en ik kan hem weer naar school nemen. En dat snap ik. Hij heeft alle pennen moeten teruggeven. Want dat was natuurlijk niet de manier waarop je om een pen vraagt. Laat staan dat je ze alle 4 moet pakken. Dus ik dacht, als er nog eens een keer situaties waarin hij iets moet doen waarin hij geen zin in heeft. En ik wil hem motiveren / omkopen. Dan kan ik zeggen, ik heb een heel leuk cadeautje voor je. En dan heb ik pennen. En er staat een, je hebt eentje met een pinguïn, je hebt eentje met een ijsbeer. Staat er nog meer op? Met vosjes en met zeehondjes. Nou, hoe enig is dat? Kind weer helemaal happy. En dan, niet dat er stond iets, heb ik ook nog gehaald. Koekjes. Of zullen het paaskoekjes, maar ja, is het. Easter moments, paaskrantjes. En biscuits. Nou, helemaal super jongens. Want ook die had ik dus niet bij mijn boodschappenbestelling gedaan. Ik was even vergeten dat ik natuurlijk geen chocola meer eet. Dus dat ik dan eigenlijk iets anders moet verzinnen. En dan zit hier ook wel een beetje chocola. Het is altijd nog minder dan dat je Tony chocola niet eet. Dus die heb ik ook maar gelijk meegenomen. En dat was het voor alles bij de Action. Het valt dus op zich wel mee. Ik had echt wel veel meer schade kunnen toebrokkenen aan onze bankrekening. Maar het viel gelukkig wel mee. Ook omdat ik maar voor 20 minuten had betaald op de parkeerplaats. Dus dan moet je wel zorgen dat je binnen 20 minuten weer buiten bent. Is een tip, mocht je willen besparen op je Action aankopen. Zorg dat je niet te lang kan blijven. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even in de comments achter waarvoor jij altijd naar de Action gaat. En dan zie ik je in de volgende video. Doei doei!